Beste vriendinnen en, ja zeker, vrienden van vrouwen en maatschappij, hartelijk gefeliciteerd. Uw beweging, nee onze beweging, bestaat dit jaar 40 jaar. Een heugelijk feit dat we vandaag met gepaste trots vieren. Jammer genoeg kon ik er fysiek niet bij zijn, maar in mijn gedachten en in mijn hart feest ik vandaag met u mee. 40 jaar strijd voor gelijke kansen, wat een prestatie. Want laten we eerlijk zijn, Vrouwenmaatschappij is niet zomaar een vrouwenbeweging. Ze is met voorsprong de meest succesvolle politieke vrouwenbeweging in België. In geen enkele andere partij is er een beweging die zo heeft gewogen op de positie van de vrouw in ons land en die ook vandaag en in de toekomst blijft wegen. En dat was en blijft nodig. Voor mij is de emancipatie van de vrouw een van de allerbelangrijkste naoorlogse verwezenlijkingen. Ze heeft onze samenleving ingrijpend en ten goede veranderd. Gelijke kansen voor vrouwen, dat is voor mij in de eerste plaats een kwestie van rechtvaardigheid. Er bestaat geen enkele goede reden om de kansen van een mens te laten afhangen van zijn of haar geslacht. Maar als commissaris van Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit zie ik nog een tweede belangrijke reden om voor gelijke kansen te blijven strijden. We mogen onze samenleving geen enkel talent ontzeggen, dat kunnen we ons simpelweg niet permitteren. De toekomst van onze welvaart schuilt immers in ons vermogen om alle talenten maximaal te ontwikkelen en op de juiste plaats in te zetten. Talent is onze grondstof, onze grootste troef. Gelijke kansen bieden dus een voordeel voor iedereen, niet alleen voor vrouwen. Vanuit Europa wil ik daar de komende jaren verder mee werk van maken. En het prachtige is, ik weet dat ik niet alleen sta. Ik weet mij omringd door duizenden vrouwen en mannen, die binnen of samen met vrouwen en maatschappij zullen blijven timmeren aan een samenleving. Die elke mens, vrouw of man, naar waarde schat, aanmoedigt, meetrekt en voluit kansen geeft. Dikke proficiat met deze 40ste verjaardag. Op onze geschiedenis mogen we trots zijn, en aan onze toekomst werken we samen.